daar staat meer. De eerste rust. Brian, eerst maar even de belangrijkste vraag. Willem-Alexander of Maxima? Heb geen keuze, nee. Ben je een beetje koningsgezind? Ja, je hoort van alles. Je kijkt er wel eens naar. Ik moet zeggen, ik heb gisteren niet gekeken in ieder geval. Naar zijn interview. Dus, Willem-Alexander of Maxima? Oh, dan Maxima. Maar ik heb ze beide ontmoet. Ik mocht op de inhuldiging van de koning tafelheer zijn op de boot waar ze voeren. Ik heb met de koning gesproken. Hij weet alles over voetbal. Ja, heel leuk. Maar het is een prachtige vrouw, moet ik ook zeggen. Van dichtbij ook. Maar vandaag wel. Mogen jullie van Henk de Jong nog een stuk Koningsdag meepakken? Want je moest al heel vroeg trainen. Ja, ik denk als er mensen zijn die even een uurtje iets willen doen, dan moeten zij dat weten. Ik zelf ga me gewoon lekker voorbereiden op die wedstrijd morgen. Nou ja, ik vind dat dit een familiedag is, ook voor de jongens. En dat je daar gewoon rekening mee moet houden. Maar we trainen wel. Hè? En dan kan ik ze, en ze gaan heus niet gekke dingen doen. Maar ik vind het belangrijk dat ze even met hun gezin, of met de vriendin, of met vader en moeder, even leuke dingen gaan doen. En dat geeft meestal resultaat. Dat wordt vaak uitbetaald. Kijk, we zijn nu zover. En nu moet je ook een beetje geluk hebben dat het allemaal goed gaat vallen voor ons. Ja, want als je kijkt naar het voetbal dat jullie spelen, naar de resultaten die jullie halen de laatste tijd, dan hoor je het toch in die play-offs, hè? En een club als de Graafschap hoort er sowieso in natuurlijk. Nee, absoluut. De laatste wat je zegt, de Graafschap hoort daar zeker thuis. En als je kijkt hoe wij na de winterstop een ommas hebben gemaakt, hoeveel punten dat we bij elkaar hebben verzameld. En niet tegen de mensen, tegen allemaal topploegen hebben we gewonnen. Horen wij daar gewoon zeker thuis.